Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Welkom, dames en heren. Terwijl Koen Weiland nog even zijn headset opzet, wil ik jullie welkom heten bij de return van de tweede speelronde van Pool A. Goed gezegd. Nick Hoijman van de Kooitjes tegen Dani Hagebeuk. De regerend kampioen van de E-divisie. Precies. Enjoy the game. We gaan hier de aftrap bekijken van VVV Venlo. Met de Marcelo. Toch Nick Hoijman die het volgende wel meer kansen had dan hij misschien van tevoren had verwacht. Maar, zei hij dat? Ze niet, dat is wat ik misschien denk. Maar had het een tijd lastig natuurlijk tegen Dani. Maar ik zeg heel vaak Mare, hoor je dat? Maar, ja, dat klopt. Je spreekt jezelf zeg maar continu tegen. Waarom? Maar dat maakt niet uit. Okay. Ja, het was een mooie pot. Dani kwam wel al vrij snel op die voorsprong natuurlijk. En Nick Hoijman had inderdaad in de tweede helft zomaar die aansluitingstreffer kunnen en misschien wel moeten maken. Maar 2-0 is natuurlijk voor Dani een uitstekende uitgangspositie. En niemand verwacht dat VVV hier nog zomaar iets heel geks gaat doen. Maar als het lang 2-0 blijft, VVV één keer toch een doelpuntje meepikt, dan kan het allemaal zomaar. Oeh. Dani is getergd. Hè? Getergd. Heel erg getergd. Oh. Getergd, ja. Oké, dit was apart. Kijk even op die radar hoe Nick eigenlijk bijna geen ruimte heeft om iets te doen. Hij moet die bal lang kwijt. Hij speelt 4-3-4. Dit is goed gedaan. Of niet? Dit is heel goed gedaan zelfs. Komt hier echt aan het voetballen nu over de linkerkant met Mbappé. Dit hebben we in de eerste wedstrijd bijna niet gezien in de eerste helft. Nee, in de eerste helft helemaal niet bijna. Voorzitter op Messi is niet het aller... Ja, zijn jumping is best wel hoog, geloof ik, of niet? En ik kan me een Champions League finale herinneren. Tegen Manchester United. Die hangend de bal binnenkomt, hangend in de lucht. Maar wie was die doelpunt? Die doelman destijds? Van der Sar. Ja. Ik moet niet testen. Ik test jou niet. Ja, was een vraag dat je mij eigenlijk stiekem gaat testen. Ja, ik wist echt wel dat jij dat nog wist. Ja? Dit is echt goed gevoetbald hier, eventjes tussen neus en lippen door. Ja. Neymar zoekt en vindt. Mbappé, toch naar rechts. Oh, dat was een geweldige actie. Als je die harder had geschoten, ja, dan was het klaar. Als hij groen getimed was. Nou, maar ja, nee, als je die gewoon harder had geschoten. Het is gewoon de... Huh? Zo! Niks er ook, hè? Wow! Wat gebeurt hier allemaal? Was het geen buitenspel? Daar is het ook te lachen. Ik weet niet. Nee, dat weet ik niet. Blijkbaar niet. Dus... ik heb even de stoel in één keer ongeluk versteld. Ik lag bijna met mijn rug op de grond commentaar te geven. Gelukkig zijn we met z'n tweeën, jongen. Precies, jongen. Ja, je bent altijd om buiten de brand te helpen, jongen. Tuurlijk, jongen. Dat doen we toch voor elkaar? Zo ben je dan ook alweer. We zijn toch maatjes? Maatjes. Maar Koen, wat doe jij nou hier? Ja, wat doe jij nou met FIFA? Ondertussen, 19 minuten gespeeld. Toch leuk meevoetbal, toch? Nou, minstens. Sterker nog. Misschien wel. De dienst uitmaakt tot dusver. Domineert zelfs. Hop, even inhouden, even eromheen. De vraag gaat is, niet even. Heeft hij al gescoord? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Hij heeft nog niet gescoord, nee. En dus Dani nog altijd in de driver's seat. Ik denk dat als Dani zoveel kansen geeft, dat het toch wel meer doelpunt uit is. Jongen, jongen, dat Neymar hier eens eventjes gewoon de langs beukt, hè? Ja. Vieira. Ra. Waarom doe je me Zo zei jij dat. Oké, grappig. Nee, ja. Grappig. Grappig. Vieira. Zo, deze bal is mooi, maar de keeper komt erbij. David De Gea. Dat die Juan Fran ook 4 sterren skill moves heeft, hè? Dat zou je toch ook niet verwachten. Inderdaad. Maar hij heeft het wel. Ja, toch wat gemopper. Dani die niet helemaal op de top van zijn kunnen zit. Maar hij moet zichzelf door deze wedstrijd heen sleuren. Als Nick het echt voor elkaar krijgt om te scoren, dan kan het echt interessant gaan worden. Want Dani speelt goed en heeft nog geen doelpunt tegen gehad in bijna anderhalf wedstrijd. Maar we weten dat hij nog zoveel beter kan. Exactamundo. Vieira. Dus we krijgen wel met al toch nog een mooie... Twee wedstrijden te zien, want het leek heel eventjes, al heel vroeg in de eerste wedstrijd beslist te zijn. Maar Nick Hoijman heeft zich echt knap staande gehouden. En
Het probleem met Nick is gewoon dat hij niet scoort. Ja, dat klinkt heel apart. Maar... Ja, maar goed, ligt dat bij Nick of ligt dat probleem? Nou, dat ligt bij Nick. Okay. In dit opzicht. Want als je gewoon die bal had, die eerste keer dat je de knop indrukt, harder in had gedrukt of langer, dan had ik bijna wel kunnen stellen dat het een doelpunt was geweest. Wat jij? Volledig mee eens. Ja, toch. Zo, Dani met een mislukte rainbow flick daar met Juan Fran. Heel opmerkelijk allemaal. Ramos haalt weg. Gullit ramt echt weg. Vallend veel gezeur bij Dani. Ja. Dat is bijna nooit een goed teken. En Mbappé zit nu ineens op rechts. Heeft van kant gewisseld. Zoals je ziet, komt door die 3-0. Dat is de hele wedstrijd op slot. Of ja, die kans is er. Die kans is zeker aanwezig. Heerlijk dit. Je weet het maar nooit. En dan de bal inspelen en dan meteen schieten. Die kennen we. Ah, of eerst aannemen, want dat kan natuurlijk ook nog. Is Messi wint van Gullit. Neymar nu. Mbappé, Neymar kiest de diepte, maar daar gaat de bal nog niet heen. Het is op zich wel heel goed gespeeld hoor, door Nick. Gewoon even terug. Goed, ja. En hij houdt die bal elke keer knap binnen ook bij Marcelo. Ja, hop, weer er langs. Hij heeft niet zoveel lengte voorin daar nog. Marcelo kan ook als linksbuiten opstellen als het moet. Ja. Dat is nog beter dan velen. Nou, zo is het ook. Hier, dit goed slot gelezen door Nick. Ja. Ingooi VVV. Dat deed hij slim. Mbappé. Dani weet wel dat die bal dan eigenlijk naar Vieira moet. Maar Nick is ondertussen ook... Die was niet voor Ronaldo bedoeld, denk ik. Die bal. Nou, heel mooi, heel goed om te zien dat Nick niet de standaard dingetjes doet, zeg maar. Nee. Die bal die moest normaal gesproken naar Vieira. Maar Nick ziet eigenlijk, of weet, dat Dani dat ook wel snapt. Ja. En dus moet hij een andere weg kiezen en dat doet hij dan ook. Kijk zo, oh, dit is van de hele visie. Ja, zoals dit is allemaal leuk en zo. Maar het moet dodelijk worden. Dat is het. Van VVV moet het, dan. Oh. Moet het echt wat dodelijker in het afmaken of in de kansen zijn. Ja. Want het is wel leuk dat je meevoetbalt. Maar ja, eindstand zijn nog steeds over twee wedstrijden 2-0 achter. Dus. Maar ja, Nick zal natuurlijk ook meer dan zijn best doen. Ja. Maar toch had ik stiekem wel nog iets meer van Ajax verwacht. Maar we hebben nog een helft te gaan natuurlijk. Maar ja, nee, moet ja, wat ook ik compliment geven aan VVV. Ik ben daar niet blij als deze wedstrijd achter de rug is. Ja. Dan kan hij uitkijken naar de volgende duels. Maar nee, hij is echt geagiteerd, zou ik willen zeggen. Allebei één schot op doel. Ja. Wat meer balbezit ook voor VVV. Dani schudt het hoofd. Nick neemt nog een slokje. Bassie rekt zich uit hier. Precies. Gedreven als hij is. Heel goed, jongen. Gaat hij er nog eens even goed voor zitten? Ik kan nog zo gedreven zijn, maar zo gedreven als Koen Weiland kan je nooit worden, jongens. Kan bijna niet. Dan dat goed. Kan bijna niet. Koen Weiland die zelfs de calorietjes bijhoudt op zijn telefoon, de benen strijden. Nog steeds in de bulkfase. Ik ben net weer begonnen eigenlijk. Met de bulk. Met de bulk. Ik ben al een tijdje mee bezig. Maar bij de bulkfase hoort ook hard trainen. Oké. Ja, heel hard trainen. Ook in je oefeningen echt naar hogere gewichten gaan. Precies. Ik ga er wel naartoe, meestal naar die hogere gewichten, maar ik laat ze meestal leren. Oké. Dat is altijd het probleem. Ik vind het wel flauw dat je me gaf gewoon weer een beetje teniet doet. Waarom? Door die extra informatie nu weer te geven, weet je wel. Geef ik extra informatie? Oh, oké. Want dan eigenlijk gewoon de essentie van de grap haal je zeg maar weg. Ja. Kun je toch ook weinig hebben, hè? Nee, ik kan heel veel hebben. Maar ja, dat is toch een beetje jammer, weet je. Je kan het wel hebben, kijk, weet je, dat is het probleem niet, hoor. Maar... Dames en heren, ik neem u graag mee naar de tweede helft van deze wedstrijd. Oké, dat is goed. Ajax trekt ten strijde. Bolasie flik voorzet. Gaat niet goed. En dan kan VVV eruit. Met Messi. Met Ronaldo. Dat klinkt toch lekker, hè? Zo allebei in één team. Ja. Ronaldo op Messi. Op links komt Mbappé er nog bij. Weinig spelers voorin heeft. Komt hij er toch elke keer wel goed uit. Zo goed, hoor. Goed verdedigd door Dani met gewoon Fran. Ja, Nick horen we zeggen. We moeten gewoon even hopen dat hij goed wordt. Oh, dat is een fout. Geen overtreding van Messi. Ja, gaat hij naar links? Of verschil... blijft hij... Oh. Ja, dan zeg je, hier gaat het verschil zien tussen de twee spelers. Dani die er daarvan uitging dat Nick zijn keeper in de lange hoek zou zetten ten opzichte van het linkerbeen van Messi. En daarom bij het rechterbeen bleef. Kans verkeken.
En zo is de spanning in elk geval toch nog licht aanwezig. De wedstrijd is echt nog niet beslist. Daar heeft Dani nog wel een doelpuntje voor nodig. Hier is hij met Gullit. Neymar! Goal! Ja, dat is het verschil. Uit het niets! Dat is het verschil. Dani heeft niet heel veel kansjes nodig. Ja, en dan weet je dat het gespeeld is. Ja, zieke goal. Het is een eigen Dani goal. Alhoewel veel spelers dat eigenlijk doen, maar het is wel een van de kenmerken van Dani. Je kijkt een beetje bedenkelijk. Waar zit je met je gedachten? Ik luister naar jouw analyse en ik kijk naar een treurende Nick Kooijman. Die de goal in zijn eigen ogen echt heeft weggegeven. Of kans weggegeven. Raakt die bal daar al snel kwijt in de eigen opbouw. En had vermoedelijk toch zijn keeper daar in die andere hoek moeten zetten. Maar ja, het is lastig te verdedigen dit. Het was niet eens een perfect getimed schot, zagen we aan die gele rand om de cursor. Maar wel een doelpunt. En Ajax nu on aggregate op 3-0. Bassie gelooft het wel, dames en heren. Op de aggregaat. 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 Ik wil eerlijk zeggen dat ik een klein dipje heb. Ben ik gewoon eerlijk in, hè? Kijk, de volgende kans. Schitterend zeg. Bizar goed. Jongen. Ja. Je denkt eigenlijk dat hij overgaat, hè? Maar zo ziek. Zo goed getimed. Keeper stond er ook al, zegt Nick. Maar het maakt allemaal niet meer uit. Kan je niks tegen doen, joh. Hier kan je niks tegen doen. Dani negeert het allemaal even. Hij wil misschien nog even aan zijn doelsaldo werken. Dat zou kunnen. Het ziet de hele wedstrijd eruit. Dat VVV gaat scoren en dan staat er weer 0-2 op het scorebord. Ja, maar dat is gewoon het verschil. Dat is de kracht. Dat is het verschil tussen Nick en Dani. Maar toch heb je altijd het gevoel dat Dani niet zo makkelijk een tegendoelpunt gaat krijgen. En inderdaad, je moet continu op je hoede zijn voor dit soort onverwachte schoten. Ja. Hij is gewoon weer ijzersterk dit jaar. Precies. Als je zomaar 5-0 wint van Julian, die van tevoren door heel veel mensen wordt getipt als een outsider voor de titel. Door jou ook, hè? Ja, die jongen doet het hartstikke goed. Ik wil wel toch grappen, jongen. Nee, maar dan is het goed, jongen. Ga je me vooral zo door, jongen. Kom goed. Ja, komt er wel, jongen. Jouw leven, jongen. Precies. Komt het allemaal wel een keertje goed. Ik kom nog wel een keer de verkeerde tegen. Precies. Je gaat het nog een keertje heel lastig krijgen. Kom je nog wel een keer halen, jongen. Maakt niet uit. Wie het voorlopig nog niet lastig heeft gehad in deze pool is Dani aangebeet. Dus met 6 punten aan kop zal gaan. Wat een brug opbouwen. Ik ben brug opbouwen. Je bent echt een man van ons. Mijn vader heeft waterbouwkunde gestudeerd. Dat is wel echt een brug opbouwen. Ja. Zo, Messi. Uit de lucht. Uit de lucht. Wat een lucht. Wat een lucht. Ja, 3-0. Eusebio. Eusebio. Ja, bizar. Knap hoor. Echt knap. Dat je voor Dani begrippen tussen haakjes slecht wil. Die dip die klapt er even bij me in. Soms heb je dat gewoon, weet je wel. Uh-huh. De meeste mensen zullen dat dan niet toegeven. Maar ja, ik moet toch eerlijk zeggen. Dat het bij mij gewoon erin kikt. Maar ja, als je dan toch weer die doelpuntjes... We worden verwend, Bassie. We worden verwend. Als je weer doelpuntjes, dan is dat toch lekker. Nick heeft kranig weerstand geboden. Maar Dani laat zien dat het een topper is. Het is echt heel erg in de hoek, hè, die goal. Nee, maar ja, dit is gewoon het kat-en-muisspel. Gespeeld. Doelman in de verkeerde hoek. En dan is hij snel gepasseerd. Precies. VVV. Kan hij nog een doelpunt maken? Of nog een doelpunt? Kan hij een doelpunt maken? Vraagteken. Nee. Vraagteken. Ed Koen Weiland. Op dit moment niet. Oké. Okay. Het had erin gezeten. Een doelpunt, zeker. De overwinning is voor Dani eigenlijk geen moment
vanaf de allereerste minuut in de eerste wedstrijd eigenlijk geen moment echt in gevaar gekomen. Zag er inderdaad even naar uit dat VVV aanspraak mocht gaan maken op een doelpunt. Ja, het is een beetje de wedstrijd uitzingen. Zoals dat dan heet. En dan heeft Dani ook na twee speelrondes nog geen één tegendoelpunt gehad. Geen één. Niet? De Graafschap was toch ook 1-0, 5-0? Dacht ik. Correct me if I'm wrong in the comments down below. Als je op YouTube kijkt. Let me know in the comments down below. Kijk je op Fox Sports. Laat het dan ook ga even weten. Ga dan zeker klaar zitten voor Studio Eredivisie. Zeker te weten. Iedere vrijdag om 3:30 op Fox Sports 1. Fox Sports. Met Frezia Coutinho Arias. En met ondergetekende Bas van Velsen. Is gewoon de naam van twee spelers in de Spaanse league. Sterker nog, het waren eerst twee spelers uit de Nederlandse league. Coutinho, ja? Is dat die keeper? Gino Coutinho. Oh ja. Kom op, Bassie. Even scherp. Heel goed, joh. Ja, oké. Okay. Hier is Messi, die ziet er toch wel aardig goed uit, hè? Dat is wel een grote, denk ik, voor de toekomst. Ja? Ja, denk het wel. Zou hij nog ergens anders gaan spelen dan Barcelona? Nou, daar hadden we toevallig vandaag over, hè? Ja. Misschien in Amerika. Hier komt de goal voor VVV. Niet aan. Zo. We horen hier iemand anders. Deze is makkelijk te plaatsen. Fans! Wat vinden we hiervan? Ongetwijfeld gaan we Brian Hessing nog terugzien of horen in Studio Eredivisie. Elke vrijdag om 3:30. Zet dat gewoon als wekelijkse planning in je agenda. Wekelijks terugkerend ritueel. Terugkerend fenomeen. Jemig, jemig. What the fuck, ouwe. Wat wil je doen? Ik kan gewoon niks. There will be a minimum of 2 minutes. Die heeft. Ik vind dit wel een... Dit vind ik vervelend. Deze celebration. Ja. Waarom? Nee hoor. Doe bedenken aan de film Ben-Hur. That's all. Okay. Maar we zitten er doorheen. De dip die is... De wedstrijd zit erop. Oh, keeper van IJs komt uit. Dan kan VVV gaan scoren. Hij zit erin. Ik wist er geen eens op de knop. What the fuck? Wow, Dani was even goed dwaald ofzo. Ja, dit... Oh, allebei afgeleid door het doelpunt van Anneveld. Ik heb een storing in mijn hoofd. Maar Dani was echt even verdwaald. Heel raar moment. En dus toch zijn eerste tegendoelpunt. Eerste keeper in. Dit is een raar moment. Dit gaat wat terugkomen in de Eredivisie. Dat denk ik wel. Eredivisie dit jaar. What the heck, jongen. De game clip is in ieder geval opgenomen. Je weet het maar nooit. Trofeetje gewonnen. Wat een schot. What the heck doe ik ja. Ja, die twee doelpunten. Sorry, man. Tweede helft, man. Die was hard. Hé, wat deed ik? De heren praten nog even na. Ja, ik denk goed. Het wel, man. Het is echt bizar. Ik heb dat ongetwijfeld nog nooit van mijn leven lang over nagepraat. Bassie, bedankt. Ja, kijkers, bedankt. Ajax wint overall met 6-1 na deze 4-1 zegen. Dankjewel. Tot ziens. Of naar de titel, zou ik zeggen. Ja, dat is nog een beetje vroeg om te zeggen, maar dat is wel uiteindelijk wel voor gaan. Ik bedoel... PlayStation seizoen na Golden Goal verloren, moest ik ineens onverwachts invallen. En Xbox is echt mijn console. En daar wil ik gewoon punten pakken voor de wereldranglijst. Ja, wat in de eerste wedstrijd ook wel een beetje misging, is het kansen creëren. Ik heb zo makkelijk de bal en dan ook verdedigend staat het gewoon goed. Maar op een gegeven moment dan heb ik altijd een momentje dat ik knak. Dus dan krijg ik al zeker tegen een topspeler als Dani zeker twee doelpunten tegen. Wat je in de eerste en tweede wedstrijd ook zag. Maar vervolgens creëer ik zelf geen kansen. En ik kan wel mooi de bal hebben en de spelers kunnen wel mooi diep lopen. Maar ja, als ik dat niet zie, ja, dan heb ik wel een probleem. En daar moet ik echt aan gaan werken. Basic Fit, KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.